Ding, ding. Oh, kijk. Ik heb niks tegen die vissen persoonlijk, maar die vissen hier dus dagen aan een stuk, met tent. Er wordt niet op de tent gecontroleerd, er wordt niet op de vergunning gecontroleerd. Niemand gaat kijken, ook u niet. Maar wel mij controleren of ik hier met mijn mouw. Waar meneer Geerts al meer dan 30 jaar vist. En hij is helemaal wild van deze plek. Je mag er alleen maar vissen met een visvergunning. Maar die heeft hij. Maar wat hij niet heeft, is een vergunning om te parkeren. En daarom wordt hij op de bon geslingerd. Belachelijk, vindt meneer Geerts. Juist omdat hij zoveel zorg draagt voor deze plas. Maar het mag niet baten. Meneer Geerts moet gewoon betalen. Als ik een hartstikke ben, ja, dan valt echt alles van me af. Echt alles. Want door mijn schijnheid kwam ik weer bij een keuringsarts. Op een zegt hij, meneer Geerts, hebt u hobby's? Ik heb hobby's. Ja, tuinieren, ja, dat kan je trouwens ook zien hier. En vissen. Nou meneer, dan gaat u maar eens tuinieren en vissen en dan komt het allemaal goed. Ja, dat water heeft iets aparts. Dat voel ik al vanaf de eerste dag dat ik daar kwam. En de eerste dag was in 1981 of 1983, dat weet ik niet meer. Zo lang is het geleden, zo lang wist ik al daar. Ja, ik kan functioneren in mijn leven door te vissen, absoluut. Ja, vissen is... Ja, dat is niet alleen een passie, het is een genezend functionerende uitwerking. En als ik niet meer een hartstikke wist, ja, dat is... gaat gewoon een stukje in mij dood. Ik ga er al vissen vanaf 1981 of 1983. En na 30 jaar krijg ik ineens een bekeuring. Als we met de auto over de snelweg heen rijden en er staat een bord 100, weten we ook allemaal dat we daar eigenlijk maar 100 kilometer mogen rijden. En als er een bord staat verboden in te rijden, weten we ook allemaal dat we daar niet in mogen rijden. Ik kon dat gewoon niet bevatten. Hoe kan het dat ik nog niet meer kan vissen in Haagstad? Dat kan toch niet? Toen zag ik het bord pas staan, na 30 jaar. Echt waar, ik had het bord gewoon niet gezien, maar misschien ook dat mijn gezicht dan op oneindig staat van eindelijk, ik kan weer in Haagstad gaan vissen. Dan kijk ik niet naar het verkeersbord, ik wil dan gaan vissen. Het onrechtvaardige is dat een bootvergunninghouder daar wel mag parkeren, maar een gewone visvergunninghouder mag er niet parkeren. Ja, hoe gek wil je het hebben? En dat hebben we samen met de visvereniging gedaan. Het toestaan van maximaal 30 vergunningen voor mensen met een boot. En mensen die dus geen boot hebben en dus ook geen bootvergunning hebben, ja, die moeten helaas ietsje verder parkeren. Mijn viswiel stort op dat moment letterlijk in. Dat ik daar niet meer kan vissen. Dat kan ik gewoon niet bevatten. Ze maken gewoon dus kapot in mij. Letterlijk kapot. Zal de gemeente zeggen, ik kan hier vissen bij de zwembad, zoals ze te plaatsen daar noemen. Ze noemen het zwembad van de Haarsteegse Wiel. Nou, dat kan net zo goed thuis in een emmer zitten vissen. Daar vang ik gewoon helemaal niks. Dus, je kan maar een paar plaatsen vanaf de kant vissen. Dat is hier, hier en hier. En dan moet je de auto hier parkeren. Dat kan helemaal niet anders. Als ik hier naartoe moet lopen, ja, dan heb ik een kameel nodig volgens mij om daar te komen. Ik heb ook aan meneer Geerts uitgelegd, hij mag aan heel de Heuzense weg behoudens dit stukje ter hoogte van de Haarsteegse Wiel, ongeveer, ik zeg het even uit mijn hoofd, ongeveer dit stukje mag hij niet parkeren op de Heuzense weg. En voor de verder rest, tot aan Herpt, mag hij gewoon parkeren aan beide kanten van de weg, langs de Heuzense weg. Nou wordt er niet gecontroleerd op het vissen, maar alleen maar op verkeerd parkeren. Nou, hoe absurd wil je het hebben? Ik vind het belachelijk. Ik ben heel erg boos. Hoe kan ik iemand zijn visleven ruïneren? Ja, meneer kan het uitleggen als pestie. Hij vindt het heel acceptabel om te zeggen waarom meneer moet 100 meter lopen met zijn vishengel om gaan te vissen. Vis is mijn hart, mijn ziel. Vissen in Haagstad is voor mij de hemel op aarde. Dat meen ik echt. Ik heb dat ook nodig. En dan kan ik daar niet meer vissen. Hoe barbaars wil je het hebben? Er
Rijdende rechter, mijn eis is dat het parkeerverbod bij de hartstikste wiel wordt opgeheven. Per direct. Welkom in de studio hier, heren, dames. Het raakt u, hè, als u het filmpje terugziet. Ja. Ja, nou, weer. De emotie, ik bedoel, vissen niet gewoon, maar voor mij is vissen in hart. Ja, ik heb net al verteld over het filmpje. Dat is voor mij, ja, hoe moet ik dat noemen? Hemel op aarde. Ja. Daar valt er alles, letterlijk alles van me af. En, ja. En daar wordt u dus nu in beperkt? Absoluut. Mevrouw, u weet als geen ander hoe belangrijk het vissen voor uw man is. Ja, hij gaat er altijd met heel veel plezier naartoe. En hij wordt er gewoon helemaal heel veel rustiger van. En ja, het is echt een hele goede uitlaatklep voor hem. En ook al vangt hij niks, dan maakt hem niks uit. Maar ja, hij vindt het gewoon heerlijk om daar in die natuur te zijn. Frustreert het u ook dat u daar niet mag parkeren, omdat u juist zoveel goeds doet, ja, voor natuurlijk, de klas? Ja, natuurlijk. Ik heb aan de gemeente Heusden heb ik een paar jaar geleden foto gestuurd hoe sommige mensen de plaats daar vervuilen. Ja. Echt, sommige vissen, dat is gewoon bij de kijn af. Ik heb in het verleden gezien dat mensen daar vogeltjes gingen vangen met lijmstokjes, heb ik gezien. Elke winter gebeurt dat trouwens. Hm. En er wordt niet op gecontroleerd. Er gebeurt nee. Er gebeuren dingen die daglicht niet kunnen verdragen, volgens mij. En wat overkomt u dan? Ik krijg een boete op de parkeerplaats. Ja. Hoe gek wil je het hebben? Snapt u dat dit een frustratie is van deze meneer? Nou, het verhaal is en blijft dat meneer een verbaal gekregen heeft, omdat hij ergens geparkeerd heeft waar hij dus niet mag parkeren. Ja. En wij ontnemen hem ook niet het visplezier. Want hij kan, vinden wij, binnen acceptabele afstand, kan hij gewoon netjes parkeren. Hij kan naar zijn visstekje gaan. U zegt eigenlijk, wij doen ook maar ons werk. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Is de visvereniging dan ook verantwoordelijk voor de veiligheid en het visgedrag van de mensen die er komen? Nee, in principe niet. Wel het visgedrag, daar wordt op gecontroleerd door de visvereniging, opsporingsambtenaar van de visvereniging. En dat doen ze ook, zegt u? Ziet u daar mensen van de visvereniging rondlopen die de boel controleren? Nee. Ik ben ze nog niet tegengekomen. Maar dat wil niet zeggen dat ze, want wij komen daar ook niet elke dag. Wil dus niet zeggen dat ze niet komen. Maar in al die tijd dat u daar controleert, heeft u nog nooit iemand van de visvereniging gezien? Nee, ik ben daar nog nooit iemand tegengekomen van de visvereniging. Maar zij zijn er wel verantwoordelijk voor? Ja, niet zozeer om de veiligheid, maar wel waar het gedrag van de visser aangaat. Ja, ja, ja. Daar dient de visvereniging wel op te controleren. Want daar stoort u zich aan ook, hè? Ik stoor me aan twee dingen. Aan de vervuiling die sommige vissers veroorzaken. En 50% van de karpvissers is geteisterd. Ik heb hier een ander woord voor. Ja. En die dumpen alles waar ze die vissen een heel weekend. En die brengen tentjes mee. Van de gemeente Heusden mogen ze daar geen tentjes zetten. De gemeente controleert die. Er worden tentjes die staan door een week aan een stuk. Die vissen gewoon een stek kapot. En ze dumpen alles maar neer. Het is gewoon een beetje klein af. Ja. Maar waar mag meneer Geerts dan zijn auto wel neerzetten? Want ik zag wel een schemaatje en een foto. Maar waar mag op wat voor weg mag hij hem neerzetten? Nou, er is een weg en vervolgens een behoorlijke berm. En daarnaast nog een fietspad. En wat voor weg is dat? Is dat een ja, het is gewoon een doorgaande weg van 80 kilometer weg. Oké, dus er wordt hard gereden op die weg? Ja, 80, hè. Nou ja. Ja. Dat mag je hopen dan. Ja, dat klopt. Maar nogmaals, een behoorlijke brede berm. Maar u zegt dat is veilig? Ja, ik vind het zelf wel veilig, want de berm is voldoende breed. Een hele strook fietspad. Dat is helemaal niet veilig, dat is heel onveilig. Sterker, als je daar auto's parkeert, dan krijg je exact dezelfde situatie. Waardoor er, moet ik even nadenken, 50 jaar geleden daar een kind is doodgereden. Alleen de situatie is nou verplaatst. Dus dan mogen kinderen hier wel doodgereden worden en daar niet. U snapt het niet. U zegt eigenlijk van ze verplaatsen gewoon die parkeerplaatsen naar een plek waar het gewoon hartstikke onveilig is. Ja. Het ligt voor mij heel gevoelig, omdat ik weet wat het is om een kind te verliezen. Dus als u daar uw auto neer zou zetten, dan levert u dat in feite, nog meer stress en ik word eindelijk, dan word ik gewoon met mijn neus het feit gedrukt van zo en zo. Maar daar wil ik eigenlijk niet verder op ingaan. Nee, maar dat laten we ook gewoon. Maar u geeft duidelijk aan, voor mij is het gewoon niet fijn en niet goed om die auto daar neer te zetten. Ja. Goed. Meester Visser die reisde af naar dit visparadijs. En daar bleek meneer Geerts niet de enige te zijn met een parkeerboete aan zijn broek. Hey Geerts. Goedemiddag. U bent opsporingsambtenaar? Ja. Oké, smakover, wethouder. Wethouder. Lars van Dorren. En u komt ons laten zien hoe je met al deze visspullen... Het is nogal wat. Het is nogal wat, ja. Is het niet goedkoper om die vis te kopen gewoon? Dat is altijd goedkoper. Maar ja, het gaat ook om de sport, hè? Oké.
Hier staan we dus bij het bewuste pad. Uitgezonderd aanliggende percelen en mensen met een bootvergunning. Ik heb ook een bootvergunning in Amsterdam, telt die ook? De bootvergunningen hier worden uitgegeven door de visvereniging ter plaatse. Ja, ja. En we gaan ervan uit dat het een bootvergunning voor deze plas betreft. Ja, ja. Ik mag mijn auto niet neerzetten hier. Van de gemeente moet ik mijn auto bij 2-3 kilometer verderop. Hier mag nooit meer geparkeerd worden. Nou, dan gaan we kijken. Komt u allemaal mee? Mag ik eens proberen? Jazeker. Oké. Ja, ja. De grote luchtband. Maar het is gewoon een kruiwagen. Wat is er voor bijzonders aan? Ja. Ja, deze is speciaal geprepareerd voor het vervoeren van vispillen. Want dit is bijvoorbeeld voor een dagsessie. Ja. Als je bijvoorbeeld ook een nacht gaat vissen, dan heb je ook nog een tent bij je. Tent? Een stretcher, een slaapzak. Ja, zover gaat het. En dan ga je slapend vissen? Ja, klopt. Wat is daar voor lol aan? Nou ja. Oh, dan word je wakker. De vissen die bijten 's nachts gewoon vaak beter dan overdag. Maar als je slaapt, heb je daar niks aan? Oké. Nou, dat wel. Een heel gewicht, maar het kan dus inderdaad allemaal wel. Ja. Goed, u stond hier. En, ja, een paar meter verder, maar dat maakt niet uit. Hier stond ik op deze plaats, tussen deze bomen. Voor wie is deze auto? Van mij. Die is van u? Oké. Dit rode autootje, voor wie is die? Ik zou het niet weten. Maar die mag je niet parkeren, dat weet ik wel. Want er ligt geen parkeervergunning voor bij de achteruit. Nee. Hij heeft wel nog een parkeertijd eindig, maar dat is niet van een parkeermeter ergens. Maar dit is niet wat we nodig hebben. Dat is bekeuring 1. En deze. Ook niks. Deze drie rode auto's die stonden er gisteren al en ik heb ze gisteren alle drie een procesverbaal gegeven. En nu staan ze er weer? Of zijn ze staan er nog. Ze staan er dus nog, ze zijn niet van hun plek geweest. En daar kom ik juist op het punt wat ik wil zeggen. Dat betekent dat die vissers, ik heb niks tegen die vissers persoonlijk, maar die vissen hier dus dagen aan een stuk met tent. In de gemeenteverordening staat dat hier niet met tent gevist moet worden. Er wordt niet op de tent gecontroleerd. Er wordt niet op de vergunning gecontroleerd. Niemand gaat kijken, ook u niet. Maar nee. Wel mij controleren of ik hier met mijn auto sta. Dat wel. Overtredingen in de viswet gaat ook buiten mijn bevoegdheden. Daar ben ik ook helemaal niet toe bevoegd. Ik ben gemeentelijk opsporingsambtenaar. En elke visvereniging heeft zijn eigen opsporingsambtenaren. U mag niet controleren op visakte nee. En visvergunning? Nee, staat niet in mijn akte. Ben ik niet voor aangewezen. Maar goed, hier mag u wel op parkeren. Ja. Of op parkeer zeker. Maar die zijn hier dus helemaal niet weg geweest. Nee. Dan gaan we er even op zoeken. Nou, tot nu toe valt het wel erg mee. Oh, ze gaan inpakken. Of zie ik dat verkeerd? Die gaan uitpakken. Oh, we gaan uitpakken. Hey. Heren. Hey. We zagen u op een nogal grappige manier het terrein opkomen. Lossen, hè? Ja. Ja. Er stond een groot bord verboden toegang. Ja, ik zet hem zo weg. Nee, maar goed, het is, ja. Oké. Dus. Nou, we gaan even die andere kampeerders opzoeken. Dat is wel een mooi stekkie, dat is duidelijk. Ik denk toch niet dat die jongen straks de auto weer brengt, die blijft hier staan, hoor. Ja, natuurlijk. Nou, misschien op dit ogenblik niet. Dat de opsporingsdruk die wordt een beetje hoog op het ogenblik. Ja. Dat is alleen voor deze ene keer. Oh, kijk. Heren. Hey, goeiedag. Goeiedag. Dat is een hele lege kamp. Ja, inderdaad. Kijk uit, hoor. Ja. Goeiedag. Ik ben de rijdende rechter. Hoi, Jan-Willem. Ja, we komen hier een beetje kijken hoe het zit met het naleven van de voorschriften. Inderdaad. U slaapt hier 's nachts? Ja. Ja. En dat mag? Nee, dat mag niet. Dat wordt gedoogd. Wordt het gedoogd? Oké. Okay. Ja. Okay. De mensen die hier komen controleren, ja? Die zeggen van als je gewoon je troep opruimt, dan is het verder niks aan de hand. Maar hoe bent u nou met al die spullen hier gekomen? Auto daar neergezet, ja? En die opblaasbare boot opgepompt. Spullen in en dan hier naartoe varen. En toen hier overheen gevaren. Maar ja, dat is achteraf was het misschien wel beter om je auto hier neer te zetten, dan hadden we geen bekeuring gehad. Dat weet ik niet of dat zo is, maar... Ja. Nou, ja. Nou. Dan was hij misschien niet opgevallen. Nee. Nou, ja. Luister, als de rijder de rechter komt kijken, zie je alles. Dat had ik echt niet gemist, hoor. Nee. Ja, ik heb het eigenlijk wel voldoende gezien hier. Dan zie ik u straks terug voor de hoorzitting. Ja, u bent lekker aan het vissen hier, maar ja. U bent ook van harte welkom natuurlijk.
Ik zou maar zeggen, je eigen belangen goed behartigen. Ja, want waar is de hoorzetting? Dat zullen ze u straks vertellen. Oké. We zien elkaar terug daar. Nou, er gebeurt dus een hele hoop buiten het boekje om. Aan jullie de stelling. Al 30 jaar zorgt meneer Geerts dus voor deze plas. En daarom heeft hij recht op een parkeervergunning. En wel direct. Nee, natuurlijk niet. Het is niet zo dat als jij een aantal sociale dingen doet, dat je daarvoor beloond moet worden met een parkeerplaats. Nou, ben ik helemaal niet met je eens. Ik vind die man visser al 30 jaar. Is de droom van elke visclub. Die houdt alles schoon. Die man moet en een vergunning en een standbeeld en een nieuwe hengel, lijkt me. Dat zo. Gedrag moet gestimuleerd worden, ja, zegt meneer De Vries. Dat vind ik helemaal niet, want er is een gesloten verklaring daar. En hoe wil je dat gaan controleren? Iedereen die daar door die gesloten verklaring heen rijdt, die krijgt een bon. En deze meneer niet. Hoe wil je dat gaan controleren? Dat is niet te controleren. Weet je wat het aardig is van regels? Regels hebben geen geweten. Regels maken geen onderscheid. Regels maken ook geen uitzonderingen. Nee. Wij hebben een geweten. En wij kunnen ook uitzonderingen op de regels maken. En ik vind dat in dit geval er een uitzondering op die regel moet worden gemaakt. En het makkelijkste om dat te doen, is om die man een vergunning te geven dat hij daar ook mag parkeren. Een uitzondering op de regel moet mogelijk zijn, nee. Meneer Boon. Iedereen wil in zijn woonkamer parkeren. Iedereen wil overal het dichtst bij zijn. En ik vind, er zijn regels en die moeten dan ook nageleefd worden. Als je, voor iedereen vind je wel een reden en voor alles vind je wel iets. Gewoon op basis van emotie denken heel veel mensen waarschijnlijk, geeft die man gewoon een vergunning. Mm-hmm. Maar het recht op een vergunning, dat heeft hij gewoon niet. Omdat hij niet aan die voorwaarden voldoet. Ja. Hij loopt daar rond, hij weet precies, daar staat een tentje, daar ligt afval. Ik bedoel, hij sociale controle, die man is toch geweldig voor die plek. Ja. Je moet toch een vergunning hebben? Ja, kan er geen parkeermeter komen gewoon? Een parkeermeter wordt hier gezegd. Eén plek, vier plekken voor de vereniging, één plek met een parkeermeter. Ja. Gooit hij een euro in, nou, dat is een redelijke plek voor het dagje. Dan vis je er wel uit. En dan kan je een dagje parkeren. Kan er iets goed gedaan worden? Kan er misschien een afvalbak komen? 1 euro per dag. Wat denk je aan het werk dat het kost? Ja, het is het gaat de gemeente. Tot slot, de algemene conclusie is, het is natuurlijk een regel, maar er moeten ook uitzonderingen zijn. Dat wordt hier gezegd. En tijdens de hoorzitting wordt duidelijk waarom het zo moeilijk is om aan een parkeervergunning te komen. Welkom, we zijn hier in Heusden. Waar kun je het allemaal over hebben bij de rijdende rechter? Een bekeuring van 70 euro plus 6 euro administratiekosten. Maar u wist toch dat u daar niet in mocht? Nee, wist ik echt niet. Ik hoor het u zeggen, maar het is niet te missen dat bord, hoor. Nou, het staat er zo groot. Ja, ik heb echt niet gezien. Nou, zagen we net dat twee heren... die hadden een alternatieve toegangsweg zich bedacht. Want enkele meters verder, ja, daar staat een slagboom. En dan rijden ze dwars langs een bord heen waarop staat verboden toegang. En ik zag u een beetje machteloos staan kijken. Want u heeft geen opsporingsbevoegdheid daarvoor. Ik heb daar net nog even voor gebeld. En ik was ook inderdaad helemaal verbaasd. Maar daar hoort normaal gesproken een hele grote betonblok te liggen. Die met een kraanwagen weggehaald is door de gemeente. Om daar werkzaamheden langs die wiel te kunnen verrichten. Dus normaal kun je er gewoon normaal niet langs? Normaal kun je er nooit in. Nee. Maar mijn vraag is, u bent bijzonder opsporingsambtenaar. Dat wil zeggen, u heeft een beperkte opsporingsbevoegdheid voor gemeentelijke verordeningen, neem ik aan. En voor de Wegenverkeerswet. Ja. Maar niet voor het Wetboek voor Strafrecht. Nee. Dus als er een bord staat verboden toegang en iemand komt daar gewoon doorheen, dan moet u tandenknarsend toekijken. Ja. Ja. Ja, wethouder. Er is ook een beheer- en beleids... plan voor het natuurgebied, hè, de Haarsteegse Wielen. Ik heb het allemaal doorgewerkt. En wat er onder andere uit naar voren komt is, auto's liever niet. Klopt. Ja. De bedoeling is dat fietsers daar wel doorheen kunnen naar de Hoge Maasdijk. Ja, ja. Het is verboden voor gemotoriseerd verkeer, dus fietsers kunnen wel gebruik maken van die pad. Hij wordt ook regelmatig gebruikt. Dat brengt me aan het volgende, want dat gaat op zitten lezen. Nou, fietsers mogen er doorheen. En dacht ik, nou, ik pak het er nog even bij. Het is dit rode bord. Het niet te missen bord. Het niet te missen bord. Bord C1, boren bij de reglement verkeersregels verkeerstekens. Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren of vee. Dus gesloten voor alle voertuigen staat erin. Dus fietsen mogen er niet doorheen. Ja, fietsen aan de hand misschien dan. Nee, maar het is een stiltegebied en het is een natuurgebied. En ja, fietsers zijn heel vaak niet zo luidruchtig als gemotoriseerd verkeer. Nee, dus. Daar heb je ook een bord voor. Hier, die auto en die motor. Weet je wel? En dan kan je ook nog een bord eronder hangen voor bromfietsen. En dan ben je er. En dan dat onderbord. Uitgezonderd aanliggende percelen. Dus iedereen die naar een aanliggend perceel wil, die mag er doorheen.
Dat is met name bedoeld natuurlijk voor agrariërs die daar alleen een perceel hebben en daar werkzaamheden moeten verrichten. Ja, dat staat er niet. Dan zouden we een heel uitgebreid bord krijgen, denk ik. Maar ik zie wel staan, uitgezonderd agrarisch verkeer of landbouwverkeer. Maar nu staat aangrenzend perceel. Dan dacht ik, nou, je hoeft maar een puntje grond ergens te hebben wat grenst aan het natuurgebied en je mag er doorheen. Maar dat is niet te bedoelen. Het is ook niet de bedoeling dat de agrariërs hier op zondag met hun luxe wagen, vrouwen en kinderen erop gaan rijden natuurlijk. Nee. En dan de bootvergunning. U bent lid, meneer Geerts, van de HSVH... Haarsteeg. Haarsteeg. De Hengelsportvereniging Haarsteeg. Ja. En verscheen het vandaag penningmeester meneer Jan Vogel. Ja. Meneer Vogel, de vereniging is aangesloten bij de Hengelsportfederatie Heusden. Ja, dat klopt. Mensen die voor u lid zijn, die kunnen ook een visvergunning, soms een bootvergunning krijgen voor de Haarsteeg. Mensen die bij een van de verenigingen die in de gemeente Heusden gehuisvest zijn, die kunnen lid worden, of tenminste die kunnen vergunning krijgen van de Haarsteegse wielen. Dus u geeft niet zelf die, nee, die visvergunning? Nee, wij geven een opdracht van de federatie, HFH, Hengelsportfederatie Heusden, geven wij een vergunning voor de Haarsteegse wielen uit. Duidelijk. Dan de Hengelsportfederatie Heusden, de voorzitter, meneer Jan van der Griend. U bent de overkoepelende. Ja. En ik heb gelezen, er mogen 105 jaarvergunningen worden afgegeven voor de Haarsteegse wielen. Ja, er zijn er 75 gewone vergunningen en 30 bootvergunningen. Dus dat is bij elkaar 105 vergunningen. En wat is de gemiddelde wachttijd dan voor zo'n bootvergunning? Want, de visvergunningen zijn al schaars, als ik het zo begrijp. 16 jaar. Hier Jan, die geeft het al aan. 16 jaar? 15, 16 jaar voor je aan de beurt komt. Voor de bootvergunning? Ja. Voor een bootvergunning, ja. Dus, als ik een kleinzoon krijg, dan kan ik er beter nu maar vast opgeven. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Wie doet de controle op de viswet? Of mensen vergunning hebben? Dat doet de politie. Ja. Zou de politie moeten doen. Dat doet niet de vereniging. Nee. Ook niet de federatie. Nee, ik heb daar geen rechten toe om te controleren. Oké, bedankt. Mag ik iets over toelichten? Ja, ik vis er al een paar jaar. Ik was me eigenlijk ook niet op... Van kwaad bewust in principe dat ik daar niet in mocht rijden. Dat bord ook nooit gezien, dat ja, bord? Ik heb het bord wel gezien verboden in te rijden. Maar dat was een parkeerplaats en ik denk, nou, die parkeerplaats is voor de vissers. Als je wil zorgen dat de mensen niet in het stiltegebied komen, moet je gewoon zeggen verboden toegang voor iedereen, ook voor vissers. Maar niet alleen voor mensen met een botenvergunning, waar je nooit aan kunt komen. Dus eigenlijk, het bord is redelijk krom. De wethouder die popelt om... Ja, ik wil er wel graag op reageren, want op het moment dat je daar dus 20, 30 parkeerplaatsen zou maken, dan zeg je eigenlijk van jongens, jullie zijn allemaal van harte welkom en hoe meer, hoe liever. Ja, maar er wordt niet gevraagd om meer parkeerplaatsen te maken, er wordt alleen gevraagd om het bord weg te halen, dat is alles. Om te ontmoedigen dat mensen intensief gebruik maken van het gebied. Als het parkeerplaats vol is, daar lopen mensen zelf heen. U bent zelf ook heel erg voor de natuur gestreden, begrijp ik. Als ik die brieven lees, meneer, komt er echt voorop. Dan is eigenlijk zo min mogelijk menselijke aanwezigheid het beste. De wethouder zegt, nou, we gaan dat bord niet weghalen. En dan wilt u een ontheffing. Dat kan ook. Wij kunnen een ontheffing geven. Wat moet ik doen om een ontheffing te krijgen voor u? Als college willen wij nog wel eens ooit een ontheffing verlenen voor mensen die dus echt invalide zijn. Die dus een doktersverklaring hebben, die moeten dat ook echt kunnen overleggen. Mag ik even iets verder? Ja. Ik heb een dramatisch verleden achter de rug. Door omstandigheden ben ik afgekeurd. Mijn keuringsarts vroeg aan mij, heeft u hobby's? Ik zeg, ik heb hobby's, ja. Tuinieren en vissen. En mijn ziel ligt, gewoon mijn visziel ligt letterlijk in Haarsteeg. En wordt naar verpakt. Ja. Maar. Maar ik kan het even stoppen. Ik begrijp dat de heer Geerts heel erg gehecht is aan de Haarsteegse wielen. Maar binnen onze gemeente Heusden hebben wij heel veel viswater. Niet lullen, man. Ik wil in de Haarsteegse wielen vissen. Ja, dat is uw keuze. Als u ervoor kiest om heel dicht bij het viswater te parkeren, dan hebben wij legio alternatieven voor u. Ik kan thuis ook in de vijver zitten vissen, dus we gaan ook vissen. Ik denk dat ik alles wel behandeld en besproken heb. Ik ga over de zaak nadenken. En dan zie ik u binnen niet al te lange tijd terug in uw studio in Zaandam. En dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Goed, het vissen voor meneer Geerts is dus een bittere noodzaak. En parkeren op de toegestane plek om persoonlijke redenen gewoon onmogelijk. Voor jullie nu de stelling. Er moet, zeiden jullie net, een uitzondering zijn
op de regel. Is dit een uitzondering? Ik ben overtuigd. En waarom? Nou, omdat ik die man zijn verhaal gewoon geloof. Meneer Boon zegt nee. Nee, dit is een middeleeuws principe dat je bepaalde voorrechten krijgt wegens trouw. Dit is vazallendienst. Er staan 3 auto's geparkeerd met tenten erbij. En er wordt niks gezegd. En nou hoor je dat die vergunningen uitgegeven worden. En dat die mensen bekeurd mogen worden door de politie. En er wordt helemaal niks aan gedaan. Nee. Dus dan vind ik, nou, dan moeten ze daar ook maar een uitzondering maken voor die meneer. Ja. Ja. Wat ik wel overigens nalatig vind van de gemeente, is daar waar meneer wel kan parkeren bijvoorbeeld, dat ze daar alleen maar een weg, berm en een fietspad hebben, geen looppad. Zorg voor een fatsoenlijke voorziening om ergens anders te parkeren. Bijvoorbeeld. Ja, meneer De Wit. Nou, ik dacht, in 30 jaar is er blijkbaar nog, is er 1 keer gecontroleerd, hoor, vergunningen. Dus ik denk, waarom, als we dan gewoon afspreken, dat die meneer gewoon zegt, ik kom pas over 5 jaar nog een keertje langs. Kan iedereen daar gewoon knijpen je ogen toe? En nee, iedereen die de Rijn de rechter kijkt, weet dat en de rest niet. Dat moet hij wel zeggen welke dag, want anders heeft hij weer een vriend. Je hebt dat rode bord. Met die, ja? Met die, en dan het bordje dat eronder, van wie er wel mogen komen. De aanliggende percelen en zo. Dan kan gewoon nog een bordje onder. En meneer Geert. Ja. Nou, er wordt hier... Probleem opgelost. Heel goed, ja? Heel goed, jongen. Ik wil het bordje wel betalen. Ja, Michiel wil het bordje wel betalen en hij wil het zelfs ook nog wel maken. Vist u nou ook naast het net bij uw gemeente? Of heeft u een heel ander conflict? Aarzel dan niet, want wij kunnen u echt helpen. Ga dan naar eerstehulpbijrecht.nl. De gemeente Heusden. Ja, waar het in deze zaak om gaat, is dat de gemeente, als de gemeente dat wil, een ontheffing kan geven aan Geerts van het geldende inrijverbod. Dat is in beginsel een bevoegdheid van de gemeente, die wat dat betreft een hele grote mate van beleidsvrijheid heeft. En het is dus niet zo dat de rechter zomaar op de stoel mag gaan zitten van de gemeente en zeggen, ik weet het beter en ik geef die ontheffing. Maar de gemeente is wel gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En een van die beginselen luidt dat bij zo'n beslissing de gemeente alle betrokken belangen tegen elkaar moet afwegen. Heeft de gemeente dat hier gedaan? Naar mijn oordeel niet. Alleen de belangen van de natuur zijn meegenomen. Naar de belangen van Geerts is zelfs niet gekeken. En daarom zal ik als rijdende rechter doen wat de gemeente had moeten doen, namelijk een behoorlijke afweging van belangen. Wel nu, de bescherming van de kwetsbare natuur en de Haarsteegse Wiel, dat is natuurlijk een groot maatschappelijk belang en daar mag niet te gemakkelijk over worden gedacht. Daar staat tegenover het belang van Geerts, die verknocht is aan het viswater waar hij al zo lang vist en waarvoor hij ook een vergunning heeft. En bovendien, hij eigenlijk niet anders kan dan naast het pad parkeren daar in dat Haarsteegse Wiel. Want parkeren in de berm is om persoonlijke redenen voor hem geen optie. Bovendien, van een ontheffing is in dit wel heel bijzondere geval niet of nauwelijks een aantasting van het stiltegebied te vrezen. Integendeel, want van Geerts mag worden verwacht dat hij als groot natuurliefhebber de grootst mogelijke omzichtigheid in acht neemt. Alles tegen elkaar afwegende ben ik daarom van oordeel dat de gemeente aan Geerts in alle redelijkheid... Kijk eens, wat moet dit fijn voor u voelen. Ja. Kunt u beschrijven wat er door u heen gaat? Nee, kan het niet. Nee. Kan niet. Ontroerd. Door de uitspraak. Ja, dat is wel duidelijk. Ja, ik moet er toch aan u vragen. Wilt u gebruik maken van het bordje van Michiel IJsbouts? Want hij maakt hem graag voor u. Ja. Misschien moeten we na de uitzending even overleggen in welk lettertype en wat voor kleur. Okay. En dan komt u er vast uit. Gefeliciteerd. Dank je wel. Gefeliciteerd. Ja, dit was De Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Mag ik volgende week al gevist door dan? Kunnen we nou dan, ik zou even wachten tot je echt een ontheffing...